Gordon ontdekt al halverwege de opnames van Gordon gaat trouwen al dat de juiste man niet tussen de kandidaten zat. Hij zegt het programma ondanks alles met de juiste intenties ter zijn aangegaan. Donderdagavond was in de laatste aflevering te zien dat Gordon niemand koos tot zijn echtgenoot. Vooraf was de verwachting dat hij voor de Nederlandse ondernemer Rogier of de Italiaanse Stuart Manuel zou kiezen. Het waren hele moeilijke weken vol van emoties en gevoelens die ik lang geleden heb gevoeld. Alleen zat het juiste gevoel, de echte verliefdheid er helaas voor mij en voor mijn mannen niet bij. Schrijft Gordon op Facebook, frustrerend als je weet met wat voor enthousiasme ik dit programma ben aangegaan maar als je iets met de juiste intenties aangaat moet je er ook met de juiste intenties uitgaan, en dat heb ik gedaan, al dus Goordon die niks in scène wilde zetten. In scène ik had kunnen doen alsof ik met Manuel de makkelijke weg kiezen en een tv-huwelijk in scène zetten, maar dat is oprecht nooit mijn bedoeling geweest. Ik wilde het echte gevoel en zeker niet iemand als Roger Jerk door net te doen alsof, gaat Godun verder. Wellicht wat naïef om te denken dat ik dat zou vinden in een tv-programma, maar hè, niet geschoten is altijd mis. Godun hoopt dat de kijkers ondanks het teleurstellende einde genoten hebben. Ik was en ben nog steeds heel gelukkig met mijn leven. Weliswaar zonder een liefde maar ik heb inmiddels geleerd dat je zelf de liefde van je leven bent en met die energie en kracht vertrouw ik erop dat alles goed komt.